Hoi Auke, hoe is het? Ja, goed. Ja? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Het Kick-Off Festival is weer terug in Middelburg. Ja, klopt. Vanaf dit jaar gaan we weer onder de naam Kick-Off Festival Zeeland. Ieder jaar, het ene jaar in Middelburg, het andere jaar in Vlissingen, om en om. Gaan we dus een groot studentenfestival organiseren voor alle studenten van heel Zeeland. Ja, en de vorige keer waren er toch 3000 man op afgekomen of zo. Het waren Klopt. Er best veel, want er komen ook studenten uit heel Zeeland inderdaad. Ja. Hoeveel mensen verwacht je dit jaar en wat voor programmering heb je? Ja, ook zeker wel 3000. En vorig jaar hadden we ook echt wel mensen uit Roosendaal en Berg op Zoom en dergelijke. Dus ook voor mensen van buiten Zeeland komen zelfs. En dat hopen we dit jaar ook weer te trekken. En wat voor programma? Ja, we hebben onder andere Femke Louise, de Party Squad, La Fuente. We hebben ook naast andere DJ's op de mainstage hebben we ook een kleinere bar. Een kleiner tentje met HZ Cult, waarbij ook echt sing-songwriters spelen. Dus we hebben een heel divers aanbod. Want het grote podium staat, waar normaal ook het grote podium staat, is op Koningsdag en zo, aan deze kant? Ja, waar inderdaad normaal... Waar nu Schets staat met de vruchten en de nootjes. Sorry? Daar zo waar nu Schets de kraam staat, zeg maar, daar komt gewoon het podium. Ja, ja, precies. Gewoon voor het stadhuis, daar komt het hoofdpodium. En dan in een soort hoefijzervorm eromheen komen er allemaal kraampjes met studentenverenigingen. Ook informatie over huisvesting, bedrijven die zichzelf willen presenteren naar studenten toe. Springkussens. De Roompot heeft ook een karaokebus. Oh, okay. Bijvoorbeeld. Zorgzaam die doet cartoon, laat ook cartoonist tekenen. Dus... Ja, dus het is echt wel een festival met allerlei andere dingen. En kijk, je richt je natuurlijk vooral op studenten. Het is een studentenfestival, maar ja. Iedereen is welkom, toch? Ja, zeker. Het is eigenlijk studenten en stad met elkaar in contact brengen, zodat de studenten, en daarom is het midden op de markt, de stad leren kennen en de provincie. Je hebt bijvoorbeeld best veel studenten die elke dag tussen Roosendaal en Vlissingen heen en weer reizen om naar hun studie te gaan. Ja. En die studenten moeten eigenlijk gewoon de stad ingetrokken worden. Ja. Zodat ze weten van nou, dit is het studentenleven in Zeeland en dat ze wat meer van de omgeving meekrijgen. Ja, ja, precies. En je hebt het programma begint vroeg in de middag al, maar het loopt tot 11 uur 's avonds door, begreep ik. Ja. Maar ik hou natuurlijk ook die agenda bij van Wij zijn de stad en ik zag dat er ook nog afterparties zijn. Ben je daar ook bij betrokken of staat dat los van... Ik heb er wel wat, de horeca wel wat gemotiveerd om daar wat aan te doen. Dus de Spot en Marem heb ik bijvoorbeeld in contact met elkaar gebracht. En Marem, dat is de studentenvereniging in Vlissingen? Ja, van de AZ. Ja, en die gaan een afterparty in de Spot doen. En Schuttershof doet ook nog een afterparty. Dus je kan Red Cup Vissa, zeg ik. Klopt, echt een studentenfeestje. Dus je kan nog, na 11 uur kan je ook nog gewoon doorfeesten. En kunnen studenten ook echt de stad in. Dus de echte harde kern, als ik het goed begrijp, die kunnen van 1 uur 's middags tot 4 uur 's nachts kunnen ze eigenlijk los. Ja. Maar dat is echt harde kern, hè, die dat doen. Ja, maar hopelijk zijn dat er genoeg. Dus de studenten die moeten hard studeren en moeten ook wel een beetje feesten. Af en toe moet je even los, hè. En het is net voordat ze beginnen, toch? Want volgende week is ook de introductieweek van de RASA in Middelburg. Ja, alle drie de onderwijsinstellingen, SCOLDA, HZ en UCR, die hebben alle drie de introductieweek. Dus dat valt allemaal mooi samen. En die komen op één dag, ontmoeten die elkaar. En dan merken ze eigenlijk hoeveel studenten er in totaal in Zeeland studeren. Dat brengt elkaar mooi komt samen. Komt helemaal goed. En volgens mij is de winstverwachting van volgende week ook best oké. Dus toch gewoon een mooi feestje van jou. Ja, zeker. Nou, zin in. Nou, dan zien we je volgende week. Dankjewel. Dankjewel.